Ja, en u kijkt nog steeds naar cultuur en actie en wonderwel, ik hou het nog hartstikke goed vol, jongens. Allemaal inspirerende gasten. Rob Campus is bij me aangeschoven. Je, nou, verdere introductie eigenlijk niet nodig. Kom je doen? Nee, ik denk jij... Doe nou even een introductie. Ik denk, ja, ja, ben benieuwd wat er nou komt. Cabaretier, schrijver, presentator. Het is multitalent. Hartstikke leuk. Ook nog. Ook dat nog, ja. Ja. Ik wou even zeggen, wat heerlijk om gewoon weer live muziek te horen. Lekker, hè? Ik merk nou ineens hoe ik dat gemist heb. Gewoon iemand die... Ja, even zo'n mopje. Ja, en ik had ook wel meteen, want daar had ik het net over met Slapstick, voorheen de Wereldband, dat je dan het fijn vindt om live iets te zien op het podium, maar dat dan, hoe lief ook van al deze mensen achter de camera, het zijn toch maar 20, 30 mensen die klappen en je hoort dan meteen, oh, dat gaat het dus zijn, weet je wel. Nee, had ik niet, want ik stond in die andere ruimte, toen hoorde ik het applaus, ik zo. Dus het klinkt lekker hol. Dat ja, precies. Ook. Nou, weet je wat stom is? Want wij mogen bij Ziggo Sport mogen wij het Formule 1 café nog maken. Dus die talkshow over Formule 1. Maar dan zonder publiek. Publiek, ja. En mis het niet. Nee, ik ook niet. Heb ook bij Op 1 en zo ook niet. Nee, want het is... Het is intiemer. En weet je, ja, mensen doen ook minder moeite om die lach te halen. Ja. Soms hebben we dan wel een paar aan tafel die overal een lach uitpeuren waar die eigenlijk niet zit. Nee. Daar heb je nu geen last van. Daar heb je nou geen last van, inderdaad. Voor mij hoeven ze... Maar goed. En ik zal het niet doen, want ik zit hier als heel dienstbaar iemand, ja, vanavond. Goed, gewoon, je bent tv-presentator geworden. Ik ben opeens, nou, ik snap niet dat ze mij niet gebeld hebben toen Jeroen Pauw stopte, maar dat is een ander verhaal. Hebben ze jou niet gebeld? Ze hebben mij niet gebeld, vind ik vandaag. Hey, luister eens, cultuur is vrije tijd. Heb jij je heel erg boos over gemaakt? Nou, ik zat in de auto en ik hoorde dat ze in Brabant, ja, dat bestuursakkoord, ja, dat weet jij natuurlijk, het bestuursakkoord hebben waarin staat dat voortaan kunst, staat geloof ik één keer genoemd, het woord kunst, namelijk dat het voortaan onder vrije tijd valt samen met macrameën, kleien, hobby, knutselen. Ja, want maar... Ja, dat vind ik onvoorstelbaar. Het is toch geen vrije tijd? Ja, tuurlijk, we gaan in onze vrije tijd ernaar kijken. Maar het wil niet zeggen dat wij dit in onze vrije tijd maken. Ja. Maar vertel jij mij nou eens op Rob Campus, althans vertel de mensen thuis, waarom is de cultuur zo belangrijk in Nederland? Ach, Jezus. Ja, dat krijgen we dat hier niet 7 dagen achter elkaar dan? Ja, maar we nodigen jou niet uit om het is een soort preken voor eigen parochie. Maar juist, als we niet preken voor eigen parochie, dan worden we het toch niet gehoord. Ja, het biedt troost. Weet je, als je nu geen Netflix zou hebben en niet die hele stapel boeken op je nachtkastje waar je uit kan putten, dan word je van steen. Dat is het. We hebben gewoon cultuur nodig om... Ik snak ernaar om gewoon weer even een uurtje door het Stedelijk Museum te kuieren. En dan ben ik na een uur ben ik het altijd zat en denk ik, nou, ben ik klaar. En nu denk ik, geef me een half uur, geef me een kwartier. Ja, precies. We hebben het gewoon nodig. Hoe zie jij de toekomst van de kunst en cultuur nu, zoals het nu gaat? Ja, weet je, dat hoor je natuurlijk ook in tv-land, is het dramatisch. Ik weet heel veel collega's die worden ontslagen. Ik weet bij het managementbureau dat mijn zaken doet, zijn er mensen ontslagen omdat gewoon er geen werk meer is. Ik denk freelance cameramensen, al die mensen. Iedereen die hier nu staat waarschijnlijk. Dat zijn allemaal mensen die straks maar moeten afwachten of er nog geld is om een beetje fatsoenlijk aan het werk te komen. Ik hoor in Hilversum verhalen van mensen die zeggen, wil jij mijn huis kopen of kan jij een maand de hypotheek voorschieten? Ja. Freelance cameramensen, hè? Cameraman waar ik vast mee werk, Boudewijn Huisman. Volgens mij daar werkte ik al mee voor de reunie. Freelancer, die heeft al 12 jaar geen cent meer gekregen dan die 12 jaar geleden kreeg. Die camera is niet goedkoper geworden. Het eten is niet goedkoper geworden. Het reizen is niet goedkoper geworden. Dus die tv-wereld die stond al ongeveer op omvallen. Op omvallen. Ja. En jij direct, word jij hier direct door geraakt? Ja, ik ben 3/4 van mijn inkomsten kwijt. Wij zouden alleen, ik heb de goede hoop dat dat goed komt. Ik zit nu helemaal met mijn dikke reet in die Formule 1-wereld. Ja. Ik dacht, nadat ik wegging bij de KRO, dacht ik, ik ga... Waar ik helemaal geen verstand van heb, want ik weet ik las het net dat jij daarin zit, maar dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Is dat erg? Ja. Ja, ik denk altijd Formule 1. Voor jou is het zo sneu. Je mist zoveel. Ik denk altijd gewoon gas geven wie het eerst heeft gewonnen, toch? Ik neem wel een keer een rondje mee. Okay. Nee, het maakt me helemaal niet uit. Ik kan je lachen als ik daarnaast moet gaan zitten. Kotsen zeker. Nou, dat weet ik niet. Ik denk het wel. Nee, het is heel grappig. Er zijn mensen die mij alleen kennen van die Formule 1-programma's. Ik presenteer alle programma's rond de Formule 1. Dus op vrijdag hebben wij een talkshow. Elke vrijdag. Op zaterdag heb je dan die kwalificatie voor nabeschouwing. Zondag. En op maandag ook nog wat. Maar er zijn mensen die me alleen daarvan kennen. Die zeiden, wat deed jij vroeger op tv? Dan zeg ik de reunie. En dan zeggen ze, oh, was jij dat? Omdat ik toen nog geen baardje had.
En er zijn mensen van de reunie, jij dus, die zeggen, wat doe jij tegenwoordig? Kom je dan wel op tv, terwijl ik 100 keer per jaar op tv ben, nog vaker dan ooit? Ja, ik moet zeggen, ik weet, want jij zei net voordat we begonnen, waar hebben we elkaar nou voor het laatst gezien? Maar volgens mij hebben we elkaar ergens in Dubai of jij ging ergens draaien in Abu Dhabi. Jij ging in het buitenland draaien en ik ging ook ergens voor draaien. Toen kwamen we elkaar op een vliegveld tegen. Wat deed jij daar dan? Ja, volgens mij ging ik de gevaarlijkste weg ter wereld doen, met Patty Bright was ik. Oh. Weet je dat nog? Maar goed, dat doet ze dan helemaal niet toe. Hey. Nee, maar ik wou zeggen, maar jij vroeg, ben jij je inkomsten kwijt? Ja, omdat die Formule 1 natuurlijk stil is gelegd. Gaat alleen die talkshow, godzijdank nog door. Daar ben ik Ziggo Sport heel dankbaar voor. Maar die andere drie natuurlijk niet. Dus dat is 3/4 van de inkomsten. Plus met mij, ja, ik denk toch 40, 50 man achter de schermen, wat daar helemaal geen werk aan heeft. En dan zou ook nog je nieuwe boek uitkomen. Ja, die komt uit. Maar dat is niet met een hele vernissage. En, nee, maar dat zou toch al niet. Maar deed het toch al niet? Je bent toch zo van de rode lopers, of niet? Nee, gelukkig. Wanneer ben ik voor het laatst van rode loper geweest? Nee, ik heb wel iets leuks. Ik heb iets bedacht. Want kijk, waarom zeggen al die staatssecretarissen zo, ja, kunst is hobby en jullie zouden het toch wel doen. Het is waar. Aan dat boek, daar kan ik niet van leven. Nee. Alleen je schrijft het, omdat zoals wij allemaal... Je hoopt toch dat het gelezen wordt? Nee, omdat je het kwijt moet. Ja. Daarom maak je toch ook theater? Ja, tuurlijk, het is heel leuk als er mensen komen. Maar ook als ze er niet komen, zou je het nog... Als er maar 10 man komen... Zou ik het nog doen? Sterker nog, hoe vaak hebben wij niet voor 10 man gestaan? Nou, ik niet, maar inderdaad... Ja, lul. Nee, ik heb inderdaad wel... Ja, ik kreeg pas het verwijt van... Ga je toch voor 30 man? En, dat kan ook. Dat heb ik heel erg lang gedaan. En dat zou ik ook best wel kunnen. Een leesvoorstelling of zo. Alleen, je kan er niet van leven. Je kan er niet van leven. Ik heb nu wel bedacht, ik wil dat boek... Want al die boekenzaken zijn ook dicht. Normaal zou ik nu een tournee doen langs boekenzaken. Ja. En dat kan natuurlijk niet. Dus ik heb bedacht, ik ga gewoon om een week of zo ga ik door heel Nederland. Overal waar iemand zegt, nou doe maar met 20 van die boeken, kom ik voorlezen. Oh, precies. En dan in een huiskamer of in een bibliotheek of in een kroeg of een bushalte. Die boeken die moeten gewoon, het moet gewoon aan de man. Niet, ja, het moet gaan leven. Geld, nee, maar precies. Het moet gewoon gebeuren. Het moet gewoon bestaan. En ik vind het helemaal niet erg om voor 5 man voor te lezen. En wat vind jij dat, los even van jouw boek, want dat komt wel goed, dat hoor ik wel. Wat vind jij dat de overheid zou moeten doen om bijvoorbeeld, ik had het net over die cameraman. Het theater is volgens mij de grootste slachtoffer. Zolang er nog niemand van de overheid bereid is om gewoon structureel na te denken over hoe het moet, liggen al die tournees stil. Ik zou in januari, ik heb net getoerd met een theatervoorstelling. En wij hadden heel veel mazzel. De laatste, samen met Robert Dornbos zeg je ook niks natuurlijk. Jawel. Robert Doornbos, die is ook van de ja, formule. Wat is die dan? Iemand die verstand heeft van auto's. Wat dan? Ik ken zijn naam, hij zit toch ook in reclames, of hij niet? Hij zit in Rotterdam. Directeur? Nee, hij is oud Formule 1 coureur. Geeft niks, Richard. Ik ga naar huis, wat maakt mij dat nou toch uit? Dat geeft niks. Formule 1, al die hetero's in die auto's, maar verder, ja. Ja, daar zitten ook homo's tussen, maar ik mag niet zeggen wie. Oh. Maar we hadden een theatertournee samen gedaan. En wij reden naar Os voor de allerlaatste voorstelling. En we hoorden in de auto op het journaal dat per direct vanaf 6 uur alles boven de 1000 man was gecanceld. Inclusief de voetbalwedstrijd Top Os, terwijl die volgens mij nog nooit 1000 man gehad hebben. Nee. En dus wij zeiden, nou, we kunnen eens omkeren. Want wij hadden 880 man of 820, ik weet niet wat er in Os in kan. Maar die directeur en die burgemeester zeiden, nee, het is onder de 1000, ga maar door. Dus dat was onze laatste voorstelling. Oh. Maar nu, de volgende 20... Ja, ik weet niet hoe dat moet. Als daar 100 man zit... Gaat niet. Wat denk je dat een oud Formule 1 coureur wil hebben? Daar heb ik 1000 man voor nodig om die jongen uit te betalen. Gewoon. Ja, wat erg. Dus wat ga je doen nu? Ja, ik weet het nog niet. Of wel 2 voorstellingen op 1 avond doen. Weet je, voor een halve zaal. Maar dan moet wel die zaal voor 1/3 gevuld mogen worden. Goed, het is pas in januari. Maar nu iedereen... Ik had het met Frank Evenblijder, die man naast mij. Die ken ik. Die weet ik wie het is. Ja, het is niet zomaar wat. Culturele horek bij elkaar. En die had een theatertournee gepland voor het najaar. En die denk ik ook, ik weet ook niet hoe ik het moet gaan doen. Nee, dat gaat want voor 100 man, je kan wel spelen. Maar als wij in ons eentje kunnen dat nog doen. Dan neem je een technicus mee en dan heb je toch nog... Het ligt er een beetje aan wat je doet. Ik bedoel, als je... Kijk, als ik nu in reprise was gegaan, dus als mijn voorstelling nog een jaar was door, maar die heb ik al gedaan, dan zou ik dat helemaal niet zo erg vinden. Maar een nieuwe voorstelling vanaf september maken en dan na een première week in het Luxor toewerken. Ja. Waar zit het ritme? Waar zit de lach? Hoe ga je die zaal... Maar ik ben eigenlijk nog nooit naar jouw voorstelling geweest. Ik weet niet met hoeveel sta je op het toneel tegenwoordig. Helemaal in je eentje. Ik heb mijn ego, dus dat is vrij veel. Ja, dat is wel fijn. Dat is best een busje vol. Nee, ik sta alleen op... Kijk, maar ja, je kan het
muzikanten bij. Nee, ik weet niet of je muzikant. Nee, maar ik had er een paar mensen, een paar gasten voor jou ook al over. Cabaret solo is natuurlijk bij uitstek geschikt om alleen op toneel te gaan staan. Maar musical, ja, maar in de zaal is het weer lastiger. Ja. Cabaret is juist weer de vorm die het meest moet hebben van die zaal. Ja. Musical kan op het toneel niet, maar in de zaal kan je daar gewoon naar zitten kijken. Dus het is. Nee, maar musical kan niet omdat je al die mensen niet kan betalen. Nee, dat gaat niet en uit. En dat vind, weet je, dat vind ik. Dat is natuurlijk een beetje de bonton in Nederland, dat we allemaal theater zo elitair, maar het meeste waar die theaters van draaien zijn die hele volle schouwburgen met al die musicals. Ja. En dat is voor echt voor Jan met de pet. Ja, en dat is toch fijn dat dat bestaat? Zo. Maar dat gaat allemaal naar de kloten. Ja, dat gaat echt allemaal naar de kloten. Als er niet iemand één begint met een slimme oplossing, met schermpjes tussen die stoelen, mondkapjes, weet ik veel, allerlei tests of zo, zodat je er minstens 500 man in mag hebben. Ja. En een overheid die wel zegt, goh, wij zijn bereid om mee te denken. Nu denken ze niet mee. Ja. Een vaccin zou gewoon het allerbeste zijn. Rob, ja, doe eens wat. Doe eens wat, ja. Ik zal als ik eens thuis kom, eens kijken wat ik in de keukenkastjes heb staan. En you never know. Rob, ik vond het fijn dat je er was. Ik weet in ieder geval nu weer op het Doornbos is. Voordat je gaat, voor hoeveel mensen ga jij hier vanavond je handtekening? Nou, een mannetje of 60. Een mannetje of 60 en dat is gestoeld op wel serieus op een optelsom, zeg maar. Ja, tuurlijk. In theater, als wij die tournee niet kunnen doen, dan is er een mannetje of 5-6. En bij de tv zit er zeker 40-50 man thuis. Ja, dat is zeker. Top. Nou, gaan we die 60 bij die 190.700. Rob Kamp is geweldig dat je er was. Top, man. Goed je weer te zien en veel plezier. Voor betere tijden. Ja, komt helemaal goed. Waar ga ik dat nou eens doen? Helemaal hier beneden, maar. Yeah.